We zijn hier bij een cursus van Casey Haren voor het instellen van onder andere kapakkermanagement. We hebben net een en ander gehoord, uitleg gekregen over het scherm. En we hebben nu een kleine oefening om te zien of we dit zelf dan ook voor elkaar kunnen krijgen. Nou, hier zitten we in het scherm en je kunt door middel van een plusje kun je allerlei functies toevoegen, motortoer, taal, achterrast, hefrichting, heffen en stijgen, frontheffenrichting. Nou, we kiezen in dit geval de heffenrichting. We kiezen nu van, we laten hem zakken. En dan staat die functie erin. Nou, stel we laten de heffenrichting zakken, doe je nog een keer plus. Dan wil je ook graag bijvoorbeeld dat de achterrast aangaat. Nou, en op deze manier hebben we deze al ingesteld. Nu moet ik even kijken. Ik zet het eerst in een pauze. En dan gaan we eens even kijken. We kunnen hier stap toevoegen. De voren stap toevoegen. Stap verwijderen. Mocht je iets verkeerds gedaan hebben. Oké, dat is ook duidelijk. Hier kan je de tijdslot, dus de trigger of het kap. De GPS of op basis van tijd, op basis van hefrichting, de trigger kun je dan een bepaald percentage invoeren. Bijvoorbeeld wanneer de achtergas uit en weer, als de hefrichting zo'n procent is, dan moet hij de achtergas uitschakelen. Dus dat zijn allemaal dingen, talloze mogelijkheden om in te stellen. En ik zit nu even te kijken. Ja, op deze manier ga ik even kijken als ik hem nu op play druk. Wat hij dan gaat zeggen. Deze Milaan, oké, als het goed is heb ik hem nu in staan. En dan kan ik hem met de hendel, op de rijhendel. Kun je deze acties activeren door eenmaal op deze knop te drukken en daarna gaat hij al die acties uitvoeren die je ingesteld hebt.